Het is nu 12 uur, 29 graden. En ik denk dat we nu de goede weg hebben. Hè? Ja, laten we het hopen, want we hebben al flink en omgereden. Want er was een pas afgesloten. Dus ja, kijken of we nu een goede pas hebben waar we wel erin kunnen, of overheen kunnen. Ja. Net bijna 30 graden en nu? 20. We zijn nog niet eens bij de pas. Nee. Oké. Wij gaan verder. 1970 meter hoogte zitten we nu. Dit is de volgende bocht. Zitten we op 2031. En het is vrij. Joa! Dit is echt zo'n dorp waar je voor zo'n film set, zeg maar, waar je het mee kan doen. En dan kan je voor 1 euro een huis kopen en die moet je dan helemaal opknappen. En dan, ja, ik denk dat je daar, of, en het moet goed zijn voor het dorp. Ik weet niet meer hoe dat programma heette, ja. Maar er is hier zoveel te koop. Het is ongelooflijk. Het is echt zonde. Ook weer een gratis camperplaats. En als je bij de wegwerkzaamheden er voorbij kijkt, is het best mooi. We hebben weer een hele mooie route op een heel klein weggetje uitgezocht. Weer met allemaal haarspelbochten. Het weer is niet zo heel mooi, zoals je ziet vanmorgen. Was het eerst droog, dus we hebben wel lekker gewoon buiten gegeten en ons gegimd. En toen ging het los met een grote knal en een enorme flits. Ja. En we zijn blij met onze nieuwe bandjes. Zo, nou doen we een afdaling van 18%. Ja. Nou, met z'n allen in de ankers en een fietsen natuurlijk. John in de haarspeldbocht met losse handen. Kijk, nog één. Making of. Zou het houden zo, hè? Ja. Hier is toch niet zo warm? Nee, dat krijgen we nog. Ja, we hebben net gelezen. Hittegolf in Griekenland.
extreem hoge temperaturen. Zo, dat is een kanastaartje. Twee cappuccino en twee croissantjes. Eén met honing, jel en één met marmelade. Wat een ontbijtje. We zijn nu onderweg in de buurt van Verona, iets ten zuiden daarvan, zodat we zondag goed die kant op kunnen rijden. We staan op een camperplek. Een toilet zonder deur of douches. Maar wel met een muurtje. Ongeliefde badkamer. Hey. Ik ga zwemmen. Je groot gelijk, jongen. Het is heerlijk weer. Veel plezier. Op weg naar de boot. Ja, daar staan we dan, hè? Zeg, daar staan we dan. We hebben alle papieren gekregen, alle formulieren ingevuld. PLF-formulier en... Nou ja, we hebben niet eens onze groene kaart hoeven laten zien. En als het goed is, krijgen we vannacht op de boot nog een mailtje met een QR-code. En nu is het een kwestie van in de hitte staan... En wachten. Oh, draaien. We zitten dus nu in de boot en we moeten draaien. En we moeten dan uit de deur kunnen. Douche ook. Ja. Ja, we hebben de auto geïnstalleerd, bed opgemaakt, binnen 10 minuten en we zijn nu aan de wandel. Dus ontdekken. Oh,
Wil je meer zien? Abonneer je dan op dit kanaal.